Ze nam haar nieuwe album helemaal in haar eentje op in een lemenhutje in haar achtertuin. Het resultaat een intieme plaat met weinig toeters en bellen, waarop je bij de stilte bij wijze van spreken kunt horen. Het album kreeg de toepasselijke titel The Silent Song. Op slechts één nummer laten ze zich vergezellen door een andere muzikant, de Canadese singer-songwriter Ron Sexsmith, Marieke Jager. En ook nog iets bijzonders, je gaat ermee toeren langs de kerkjes van Nederland. Ja, nou ja, we hebben die plaat helemaal in, hebben Jan en ik samen gedaan, in het hutje ook opgenomen. En dat klonk zo gaaf. Het was echt zo'n hele mooie galm. En het was zo intiem of zo, dat we dachten van, we moeten eigenlijk ook op zoek naar een andere locatie dan de traditionele clubcircuit. Dus we hebben nu in heel Nederland echt een hele serie hele mooie kerkjes en kapelletjes gevonden. Noem eens één kerkje waar je terechtkomt. Nou, er staat een kapelletje, de Egbertkapel aan de Badweg in Schiermonnikoog. Op Schiermonnikoog. Kijk aan. En wanneer sta je daar? Een van mijn favorieten. Dat is 17 mei. Is dat. Zo, dat lijkt me wat. Mooi idee. Ja, en dan gaan we horen bijvoorbeeld het nummer Don't You. Ja. Met z'n tweetjes, hè? Ja, ja. I love when clouds are high in a powder blue sky, don't you? The morning music starts, I know it off by heart, don't you? Don't you? There are dreams and visions, and I believe that every word the wind has said is true. Don't you? I love it when the rain calls out to you by name, don't you? The childhood bell chimes, I hear it all the time, don't you? Don't you? There's lightning and thunder, and I find that storm is something new, don't you? De komende maanden viert Marieke dus langs kerkjes in Nederland. De plaat is te koop uiteraard in de winkel.